Welkom bij het COVID-19-journaal. We zijn vandaag op bezoek bij de minister en we gaan een openhartig gesprek hebben met de minister. Minister, goeiedag. U bent een van de populairste mannen momenteel in Suriname. Hier en daar en op social media wordt er heel veel over geschreven, grappen gemaakt. Hoe gaat u om met deze situatie? Nou, ik voel me prettig. Als persoon, je staat dagelijks op met het gevoel dat je wil gaan voor een stukje verbetering van de situatie in het land. Je wilt gaan naar vooruitgang. En natuurlijk, op social media heb je de nodige kritieken en commentaren, maar ook de positieve berichten volg ik prima. Ik constateer inderdaad, wordt het me opgestuurd, omdat ik zelf niet actief zit op Facebook. Maar er wordt hier en daar wat video's opgestuurd en ik moet er vaak om lachen. We zitten goed in humor. Qua onze creativiteit. En dat is voor mij in elk geval een goed teken. Ik heb in mijn verleden, in mijn vorig beroep als arts, heb ik ook nog als hobby en nog steeds zang gehad. Ik heb toentertijd muziekvideo's uitgebracht voor de hobby. En ik zie dat de Surinamer op zoek gaat naar de minister van Volksgezondheid. Het stemt goed. We hadden bijvoorbeeld het videoclip van Jana voor ik minister werd. Was er volgens mij nog geen 4000 views. En ik heb laatst mogen kijken en zie dat het ruim 65.000 views is. Dus het minister zijn, maar ook nog die hele COVID-situatie, heeft in elk geval de clip populairder gemaakt. En ik stel het op prijs. Ik stel wel voor natuurlijk dat je het positief brengt naar buiten. Ik ben goed bestendig tegen kritiek. En als men als doel heeft om negatief bezig te zijn, dan ga je me niet raken. Ik haal altijd het positieve uit kritiek. En dat adviseer ik ieder ook te doen. Omdat alleen samen, door samen te werken, we oplossingen gaan kunnen brengen voor Suriname. Jana, zindagi se na jana, pyar ka ye khazana. Minister, er was een COVID-golf in Suriname toen u aantrad als minister. U heeft het onder controle gekregen. Momenteel is er weer een tweede golf in Suriname. Bent u teleurgesteld? Kijk, laat me dit stellen. Toen we overnamen, zaten we midden in een stijging van COVID-gevallen. En dat hebben we als grootste uitdaging als regering geaccepteerd. We hebben ons ook ready gemaakt. We hebben vele inspanningen gepleegd, beleid gecreëerd, geformuleerd om de situatie onder controle te krijgen. Het is niet makkelijk gegaan, maar we hebben wel gezien dat we rond 1 september de situatie redelijk goed onder controle begonnen te krijgen. Dus in pakweg 2 maanden heeft het voor ons geduurd om de situatie goed te krijgen onder controle. En er zijn heel veel investeringen gedaan, maar ook beleid. Ik praat over protocollen, voorlichting, ik praat over stakeholders betrekken bij je beleid, zorgpersoneel motiveren, et cetera, et cetera. Betalingen van uitstaande betalingen afhandelen. Maar ook nog, bij het onder controle krijgen van de situatie, maak je beleid om je situatie nog steeds stabiel te houden. Dus ook daar hebben we investeringen en inspanningen gedaan. En natuurlijk zie je dat de situatie goed wordt. We worden zelf internationaal zijn we genoemd, als er zijn COVID-champions in de Caribbean. We hebben hele goede complimenten gehad van internationale organisaties, donateurs, et cetera, die ook allemaal over de brug kwamen met heel veel middelen, welke nu wederom werden ingezet. En in december zie je dus een situatie, eigenlijk zag ik deze trend al een beetje rond eind november, waar maatregelen niet meer werden nageleefd of niet voldoende werden nageleefd. Waar je nog vroeger in een supermarkt in oktober bij wijze van spreken nog de temperatuur van u gemeten werd en u een hand sanitizer had, zag je dat in november eigenlijk bijna niet meer. Ik liep gewoon een supermarkt binnen met mijn koorts of mijn hoest. Alleen oké, een mondkapje, daar werd het je wel op gewezen. Maar er was geen naleving meer genoeg van protocollen. En ik uitte mijn bezorgdheid over bijvoorbeeld de vele terrassen met entertainment en drukte, niet conform de protocollen. En ik zag eigenlijk de situatie zo'n beetje aankomen, maar dan nog bleef je positief ingesteld. Midden december, ik was in Nikeri met de president en we kregen de resultaten binnen.
En we maken nog de opmerking dat er iets aan de hand is. Dus de maandag daarop, nadat ik de resultaten zondag 13 december heb gezien, kom ik direct maandag met een statement dat we de avondklok terugbrengen naar 9 uur. Omdat we het vermoeden hadden, en ik had het vermoeden dat we aan het begin stonden van een verandering in het beeld wat we al 2 maanden zagen. Dus inderdaad, je bent natuurlijk teleurgesteld in het feit, niet dat het weer gebeurt, maar in het feit dat wij eigenlijk iets wat we in de hand hadden, langzaamaan hebben zien wegglippen. En natuurlijk kan je zeggen, ja, maar de samenleving moest meewerken. De samenleving heeft meegewerkt. En het grootste gedeelte van de samenleving heeft zich ook meegewerkt. Anders hadden we de situatie niet onder controle kunnen krijgen. Maar zijn delen, en dat zeg ik, in een epidemie, in een pandemie, heb je maar 1 case nodig om een andere case te maken. En als je 1 case hebt die 2 cases maakt, of 1 case die 3 cases, gaat het nog sneller. Dus waar ik wel verrast ben in deze golf, is die scherpe stijging van gevallen. Omdat toen wij in juli overnamen, in juli 2020, zagen we wel een stijging, maar die stijging ging geleidelijk aan. We waren dus, hadden wat ruimte om snel faciliteiten te gaan opzetten, een beetje meer te gaan spelen in je beleid. Maar nu hebben we een situatie dat we een scherpe stijging zien. En dat was die grote verrassing. Dus niet het feit dat we weer in een golf komen, maar wat we weten als beleidsmakers, dat we volgen ook internationaal de trend. Overal waar eigenlijk de eerste golf al een beetje was gaan stillen, zie je na 2-3 maanden weer een golf opkomen. Gewoon simpelweg vanwege het feit dat de mens niet lang bedwongen kan worden met maatregelen. Het is eenmaal zo in de hele wereld. De mens is een sociaal wezen, heb ik steeds keer op keer gezegd. Dus de mens gaat altijd proberen uit die maatregelen, uit die beweging en beperking in vrijheid te komen. En dan ga je dan merken dat er ontwikkelingen ontstaan die je op een gegeven moment zal moeten accepteren. Maar we zijn niet teleurgesteld, we zijn ook niet gebroken. We zijn nog steeds positief ingesteld, omdat we weten dat opsa watra dat ba. Dus we kunnen snel in die volgende stroomversnelling gaan. En hopelijk duurt die stroomversnelling niet te lang en zijn er niet te veel rotsen. Waardoor we eigenlijk weer snel in het rustig vaarwater kunnen komen. Er is momenteel een 2e golf in Suriname. U heeft de 1e golf onder controle kunnen krijgen. Is de 2e golf momenteel onder controle? Kijk, nu hebben wij de afgelopen week gemerkt, afgelopen 2 weken gemerkt, een constante stijging. We hebben dagelijks gevallen. En we begonnen met 10, toen zagen we plotseling 30, 40 en toen hadden we plotseling 90 gevallen, 86 gevallen. Gelukkig is het niet meer geworden dan dat en hebben we langzaam aangemerkt, een langzame, voorzichtig kan ik stellen, dat er een daling in zicht is. Maar we zijn daar nog niet. Die controle over die COVID moet je hebben pas wanneer je iedereen die je positief hebt getest in een faciliteit kan krijgen. Ons beleid is nog steeds erop gericht om zoveel mogelijk mensen te testen. Dus als u thuis bent, u hebt klachten, u bent ziek, u hebt koorts, hoesten of wat dan ook, laat u zich testen. Alleen door te testen gaat u weten als u COVID hebt. En misschien bent u niet behoort u nu tot een risicogroep, dus gaat het inderdaad als een normale griep bij u, maar u bent wel besmettelijk. En gaat u naar de winkel, of gaat u naar een service station, of gaat u naar de bank, dan bent u eigenlijk besmettelijk naar ieder toe. En daarmee krijg je dus weer die verspreiding. Dus wil jij weer snel uit de situatie komen, van nu met maatregelen, met de avondklok, etc., dan moet je, wanneer je klachten hebt, je laten testen. Als je getest bent en je bent positief, dan word je geïsoleerd. Kom je in die isolatie, ben je weer vrij. En hoe meer mensen we stimuleren om dat te doen, hoe sneller we dat virus uit de samenleving kunnen isoleren. Hoe sneller we die verspreiding kunnen tegengaan. En hoe sneller we weer terug kunnen naar een normalisatie van die samenleving. Dus ik snap het, het is vrij lastig voor mensen. Maar schaam je niet. Het is geen HIV, het is geen SOA. Het is een besmettelijke virale infectie die je ieder kan oplopen, ongeacht waar je bent. Ook al ben je aan het werk, ook al ga je even sporten of ga je trainen, je kan besmet raken. Dat is de situatie nu en dat is niet door jouw gedrag misschien. Misschien ben je even iets aan het drinken en heb je iets en iemand loopt langs en hoest. Dan is er een kans dat je besmet raakt. Maar het heeft allemaal te maken met een beetje voorkomen. En als je klachten hebt, je bent eenmaal in de spiraal, laat je wel testen. Want de overheid investeert enorm veel om mensen te stimuleren om te testen. Maar alleen door te testen
gaan we weten wie positief is en hoeveel van de mensen eigenlijk positief zijn. Minister, vanaf 14 december is de avondklok gebracht naar 9 uur en daarna naar 7 uur. Er is heel veel kritiek in de samenleving over deze maatregel dat eigenlijk het virus 's avonds niet actief is. Wat betekenen deze 4 uren van de maatregelen voor de COVID-situatie? Ja, kijk, wij hebben gezegd en we zijn niet zomaar gegaan naar 7 uur of eerst naar 9 uur en dan naar 7 uur. Wij hebben gezegd, het virus is niet het probleem. Het probleem is de beweging in de samenleving. Dus de mens beweegt. En het moment dat je beweging hebt, het is precies alsof je 50 ballen hebt in een veld, in een bak, bij wijze van spreken, en die ballen zweven. De kans dat wanneer je eigenlijk die beweging gewoon vrij laat, is de kans op het botsen van die ballen heel groot aanwezig. Het moment dat je die stilstand brengt in die omgeving, dus in zo'n bak, en je stopt het, dan stoppen die ballen ook. Dus is er geen contact. En zo moet je het vergelijken. De mens kan pas het virus oplopen als je in contact geweest bent met iemand die het virus met zich meedraagt. Dus als u het heeft en ik met u in contact ben en u praat en u hoest en u bent ziek en ik ben in contact met u en ik ben dicht bij u, dan is de kans reëel dat ik ook besmet ben. Maar als u thuis bent met uw klacht en ik thuis ben zonder klachten, dan is er vrijwel geen kans mogelijk dat het virus zich verspreidt. Dan blijft het virus om u heen, u hoest, maar het blijft om u heen. En verder gaat het virus dood. En u geneest langzaam aan. Wanneer u weer genezen bent, dan kunnen we weer vrij ontmoeten. Dus dat bedoelen we met we leggen die bewegingen in de samenleving stil. En hoe langer je die bewegingen stil legt, toch? Dus hoe eerder je komt, naar 7 uur of naar 5 uur of naar 9 uur, maakt niet uit. Hoe eerder je eigenlijk die bewegingen stillegt, hoe minder groot het risico is op verspreiding. En dat is die strategie en wij hebben geconstateerd dat dat nog steeds de meest effectieve maatregel is van de overheid om de COVID-situatie onder controle te krijgen. De afgelopen tijd is er heel veel in de samenleving over de maatregelen van wat is essentieel en wat is niet essentieel. Zo is bijvoorbeeld vuurwerk toegestaan om te verkopen als niet essentieel. Maar het mooie daarvan is dat men kan leveren tot 10 uur 's avonds. Wat niet in het goed keelgat is geschoten bij de horeca. Hoe vindt u deze kritiek? Nou, inderdaad. We wisten waar deze uitdaging voor ons stond en niet nu. Vanaf november, toen er nog niet eens een stijging was, moesten we besluiten als regering wat we zouden doen met vuurwerk. Er waren vragen, ja, maar heeft vuurwerk iets te maken met COVID? Nee, COVID heeft niets te maken daarmee. Zolang je niet in de omgeving bent van een plek waar mensen zijn met ademklachten, luchtwegklachten, dan zou je feitelijk geen probleem hebben met vuurwerk. Dus daar hebben we ook niet belet dat er geen vuurwerk afgeschoten mag worden. Want als we dat gezegd hadden, dat we vuurwerk gaan beletten, want bijvoorbeeld in België en in Nederland is er een vuurwerkverbod. En waarom men het daar heeft eigenlijk, is omdat er heel veel vuurwerkslachtoffers zijn. En die mensen belasten die zorg. Wij hadden niet gerekend erop in november dat er een stijging zou zijn in december. Dus we hebben ook niet belet. En als je afschieten toestaat, moet je ook kunnen verkopen. Anders moet je afschieten ook stoppen, dan moet je de verkoop ook stoppen. Dus we wisten dat die uitdaging zou komen voor de regering om te gaan beoordelen en te beslissen hoe het gaat zijn in de vuurwerkperiode. En ook een groot besluit die nog genomen moest worden toen was die Pagara Estafette. Het stond eigenlijk al vast, ongeacht we in een golf zou zijn of niet, er zou geen Pagara Estafette zijn. Simpelweg omdat dat geclassificeerd is als een superspreading event. Nou, we hebben dus die stijging gehad. Dan krijg je dus eigenlijk een besluit van de regering die zegt, we gaan niet essentiële businesses of zaken sluiten. Maar vuurwerk is niet essentieel, dat heb ik keer op keer gezegd. Vuurwerk is nog steeds niet essentieel. We eten geen vuurwerk, we drinken geen vuurwerk. Het is een genotsmiddel waar je eigenlijk zegt van het is een product waarvan je kan genieten. En als we nu de mensen zeggen, hey, er zijn maatregelen, je moet thuis blijven, er is geen Pagara Estafette. Waarom en wat is er mis mee dat we mensen dan niet kunnen laten genieten van een beetje vuurwerk thuis? Dus we hebben toen bedacht om de mensen die vuurwerk importeren, het is trouwens maar één keer per jaar, waar grote investeringen worden gedaan door mensen. Maar
ook voorzien deze mensen in een bepaalde behoefte van die samenleving. We weten dat het is een traditie in Suriname dat vuurwerk overal te vinden is. We weten hoe het is op 31 december en in aanloop naar 31 december. Dus zijn er regels en richtlijnen gemaakt voor de verkoop van vuurwerk. En zelfs daar hebben we gezegd, om die verkoop nog een beetje te stimuleren, dat mensen niet thuis gaan, laten mensen leveren. Zo heb ik eerder ook in de horeca, met de horeca gezeten en gezegd, jongens, ik sta ook open voor leveringopties. Ik heb zelfs in de tijd verzoeken gehad, welke we niet hadden gehonoreerd. Maar nu, vanmorgen nog, heb ik overleg gehad met de VSB. Die heeft wat voorbereidend werk gedaan en ik kan hiermee aangeven officieel, dat de horeca sector natuurlijk het een en ander afstemmen met elkaar en goede controle, ook de toestemming krijgt van de regering om van het ministerie in ieder geval om ook voedsel en voeding te leveren naar mensen toe tot een bepaalde tijd. En dat is dus, zal dus gelden voor deze periode, totdat de maatregelen anders uitzien. Minister, er is ook in de samenleving zijn er ook van dat soort mensen die niet geloven dat er COVID is in Suriname. Zo is er een zekere heer die in het Wanica ziekenhuis wil rondlopen om zelf mee te maken dat er geen COVID is in Suriname. Wat vindt u van deze stelling? Wel, toen ik dit bericht zag, ik heb het gezien, de meneer mag het weten, ik heb het gezien. Ik begon natuurlijk eerst te lachen, omdat eigenlijk ik als beleidmaker me niet bezig houd met grappenmakerij. Ik hou me niet bezig met grappenmakerij in de zorg en niet in mijn beleid. Grappenmakers passen niet in het beleid van de regering. We zijn zeer serieus bezig met COVID. Als die meneer in een waanwereld leeft, dat er geen COVID bestaat, dan heeft hij wel hulp nodig. En dan gaan we hem die hulp geven. Maar niet die hulp die hij wil hebben om in IC van de Wanica ziekenhuis te gaan lopen. We hoeven niemand te overtuigen. Ik wil hem wel een rondleiding geven, persoonlijk, naar die 120 personen die iemand hebben verloren. Naar die 120 families die iemand hebben verloren door COVID. En ik wil hem persoonlijk brengen naar die nabestaanden. Laat hij gaan horen hoe het aanvoelt voor een familie om iemand te verliezen aan COVID-19. Mijn naam is Gita Premi Boudou. Ik heb onlangs mijn man verloren aan COVID. Mensen nemen COVID als een grap, waaronder hij ook hoor. Hij was heel nonchalant erover. Maar hij zei wel altijd tegen ons hier thuis van hou afstand en wees voorzichtig. Ik heb de foto's. Ik had beloofd aan mezelf dat ik het eigenlijk aan niemand zou laten zien. Maar om jullie Surinamers, om jullie bewust te maken, want ik zie zoveel nog verkeerd en fout gaan. Ik rij, ik zie mensen lachen. Houden jullie je lach alsjeblieft. Laat het niemand overkomen, laat het niemand van je familie overkomen. Men moet niet opruimend bezig zijn in Suriname. Zeker niet als we een voorgeschiedenis kennen van die meneer die steeds mislukte protestacties heeft gemanifesteerd. We gaan niet bezig zijn met grappenmakers. En ik ga u eerlijk zeggen, toen ik dit bericht zag, er is een zekere mate van een boodschap die men wil geven aan die samenleving. Nou, ik mag u zeggen, de regering heeft nog steeds de leiding in het land. En wij gaan de leiding gaat bepalen wat er gaat gebeuren. Dit natuurlijk in afstemming met de zorg. Er zijn mensen in de zorg die zeggen, laat ombrengen. Maar als ik me nu bezig moet gaan houden als minister, met elke persoon die opstaat en zegt, ik geloof er niet in, die bewegingen kennen we in de wereld. We volgen ook de internationale berichten. Er zijn ook mensen die zeggen van, ja, het vaccin heeft een microchip. En het vaccin is van een grote miljardair en dus er is een soort virus over de wereld gegooid in de lucht. En allerlei soorten verhalen. Ik mag u zeggen, die voorlichtingscampagne, wanneer we met het COVID-vaccin gaan komen, voorlichtingscampagne gaat zodanig erop gericht zijn dat we dit soort berichten eigenlijk geen ruimte mogen geven. Omdat dit soort berichten, juist dit zijn de fake berichten die men probeert. Ik weet helemaal niet met welk doel, maar ik wil die meneer wel toespreken. Ik wil hem zeggen, meneer, als u bereid bent, zal deze minister ervoor zorgen dat u met die 120 families gaat zitten en gaat ze vragen wat en hoe die hun persoon is overleden, hun dierbare is overleden. Maar we gaan niet bezighouden met grappenmakers die in de IC willen gaan lopen. U bent geen medisch deskundige, u bent geen personeel, zorgpersoneel om daar te gaan lopen zonder masker. Het is ook niet verantwoord voor mij als regering om iemand die niet gekwalificeerd is daar zonder bescherming in een plek rond te lopen waar er een superhoog besmettingsgevaar is op COVID-19. Dus nogmaals, als hij oproepen doet, is volgens mij diezelfde meneer die in het verleden via een live video ook heeft getoond het quarantainebeleid van de regering gewoon te overtreden door in het openbaar een bandje te knippen die feitelijk
bedoeld was om als quarantaine bewijs te zijn. En daarmee toon je dus het disrespect naar die regering toe. Maar dezelfde regering, we gaan werken meneer, u hebt hulp nodig en we gaan u helpen. Als u hulp nodig hebt, ik ben ook dokter, ik zie ook wat er met bepaalde mensen gebeurt. Emotionele stress, depressie neemt ook toe in COVID-periode. Dus ik zal als dokter mij ook inzetten om deze meneer die hulp te bieden die hij feitelijk nodig heeft. En met deze woorden van de minister Raymond gaat voor wat betreft deze aflevering van het COVID-19 journaal. We gaan u altijd erop blijven attenderen om u te houden aan de maatregelen. Onthoud u één ding, Mohana. Mondkap op, handen wassen, afstand houden. We zijn er morgen weer met de laatste aflevering van het COVID-19 journaal voor 2020. Goedenavond.